Het afgelopen jaar, 2023, was een bijzonder positief jaar voor Tooske Ragas. Zowel op professioneel gebied als in haar persoonlijke leven beleefde ze vele mooie momenten. Een opvallend aspect van 2023 was echter het mysterieuze karakter ervan. Tooske onthult dat het jaar begon met een geheim, namelijk haar deelname aan het populaire programma Wie is de Mol? Met een ondeugende glimlach deelt ze mee dat ze al aan het begin van het jaar wist dat ze zou deelnemen. Maar dat ze dit tot in detail geheim moest houden. Het geheimzinnige karakter van het jaar bereikte zijn hoogtepunt tijdens de reis zelf, waarbij niemand mocht weten waar Tooske zich bevond. Terwijl ze terugblikt op het afgelopen jaar, kijkt Tooske Ragas ook vooruit naar 2024, dat een ander hoogtepunt met zich meebrengt, haar vijftigste verjaardag. De presentatrice is al druk bezig met het plannen van de viering van deze mijlpaal. Ik ben niet zo van de megaparties, deelt Tooske. Maar het is natuurlijk wel een stevige mijlpaal die in ieder geval gevierd moet worden. Ze overweegt om de festiviteiten op te splitsen in kleinere bijeenkomsten met verschillende groepen mensen. Hoewel een grootschalig feest niet helemaal haar stijl is, sluit ze niet uit dat er hier en daar wat dansfeestjes plaatsvinden. Ze visualiseert eerder versnipperde vieringen gedurende het jaar, met intiemere momenten in kleinere gezelschappen. Met haar unieke kijk op het leven, zowel mysterieus als nuchter, lijkt Tosca Ragas klaar te zijn om haar 50ste levensjaar op een onvergetelijke manier te omarmen.